van een eurovignet voorzien moeten zijn door de kermis. Attracties niet. En wat dat betreft heeft hij hier laten zien toch kermisattracties te behoren. Benieuwd hoe dat hier gaat met Blackstar Double Day. Double John Deere. Naar rechts, links een beetje groeiend wiel, rechts een beetje groeiend wiel. Maar uiteindelijk een hele goede winnaar uit de mee. Black Cat uit de finale. Helaas voor de hele die mij een klein beetje het gevoel kan geven waarom dat daar die opbouwende sfeer in de finale zit. Want nadat ik daar Van Dijk zag uitdriften naar links, denk ik van er komt zeker niet nog meer vaste grond voor terug in de plek. Of hebben dan de laatste twee toch de balans. En maar of dat hier uiteindelijk dan voldoende is, het zullen we weten nadat bijvoorbeeld met name de combinaties gereden hebben die daar in onze regio staan. Jouw kant is het op 3! De voorhoeltjes net eventjes iets te vlot aan de grond hier. En hier komt het machines bij, langzaamaan. Ook hier moet hij direct in de muur naar. Dit is natuurlijk een hulp die na Zwolle eigenlijk een soort wederopstanding heeft meegemaakt naar die aanpassing die we zien. Daar maken we het maximaal ruim voldoende adrenaline aanwezig om daarna ritme toch nogmaals door te drukken.